Welkom bij Barbecue Brammer, het kanaal waarvan alles vertoond wordt rondom de barbecue. Vandaag geen vuur, geen vlammen, maar het unboxen van de Spit on Fire Ring. Barbecue is what we do! Welkom op mijn kanaal en wie hier nog niet eerder is geweest, mijn naam is Rinus Poot en hartelijk welkom. Wat wij hier vooral doen is alles omtrent de barbecue. Gerechtjes, speciale receptjes, we kijken door bepaalde producten, zoals vandaag, we gaan een unboxing video maken. En dat komt eigenlijk omdat Wilma, de eigenaresse van de Spit on Fire, mij vroeg van Rinus, zou je hem niet eens een keer goed onder de loep willen nemen, hem unboxen en eens even kijken wat het inhoudelijk allemaal inhoudt. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, dit is eigenlijk de grootste die ze heeft en die is bestemd voor de Weber Summit. Maar goed, natuurlijk zijn er veel meer Kamado's in deze wereld en daar hebben ze de kleinere modellen voor en daar hebben ze er echt flink wat van. Ik zal zometeen ook even een pamfletje laten zien waarin je kunt zien welke maten ze allemaal heeft. Wil jij meer van dit soort video's zien of heb je net als ik vreselijke honger? Ram dan rechtsonder eens op die abonneerknop en het belletje, dan ben jij er als eerste bij. Dan heb je de doos opengemaakt en dan kom je gelijk een leuke liefdesbrief tegen. En deze is dan in het Engels geschreven, maar dat ligt er maar net aan waar die heen verstuurd moet worden, want ze heeft hem in allerlei talen. En er wordt omschreven hoe je het beste met je ring om kan gaan. Ah, kijk, daar hebben we hem dan. En hij zit blijkbaar in een hele mooie zak. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat er eigenlijk geen binnenwerk in de doos zit, waardoor hij dus wat stabieler ligt en je minder gauw beschadigt. Maar er zit wel een mooie beschermzak omheen. Ik heb al meerdere ringen uitgepakt en eigenlijk zitten ze allemaal op dezelfde manier in de doos. Ik zal ook even een videootje hier laten zien. Volgens mij heb ik ook een compacte keer uitgepakt. En die staat achterop mijn caravan. Sowieso een heel uniek ding om te zien hoor. Maar ik zal even een videootje hierboven plaatsen in ieder geval. En dan kunnen jullie zien hoe dat eruit ziet. Ik maak eerst even een beetje ruimte op mijn werkblad, want dan kunnen we alle onderdelen individueel goed bekijken. En dan gaan we gelijk beginnen met het belangrijkste onderdeel van deze set, de spies. En dat is een mooie, volle RVS spies. Valt mij echt niks tegen. Dan maken we gelijk de spies maar even compleet met het handvat. En zoals ik het zie, is het een bakkelieten handvat. Dat is zeker fijn, want die houdt de warmte tegen en is goed schoon te houden. Dan kijken we gelijk maar even naar die vleesvorken, want die liggen toch al klaar. En zoals ik zie zijn ze eigenlijk helemaal in RVS uitgevoerd met beschermdopjes op de punten. En dan gaan we nu over op de motoren. En de motoren zijn vrij zwaar. Ze zijn volgens mij tot 15 kilogram. En dat ga je dus helemaal niet kwijt kunnen in je Kamado. Dus dat is eigenlijk wel serieus spul. Dan zullen we jullie dit gelijk maar even laten zien. En dit is volgens mij een buitenlandse motor. Want ze heeft voor verschillende landen verschillende modellen motoren. En het komt aan de hand van die stekkers. Dat is gewoon in alle landen anders. En dit is dan de Nederlandse. Kijk, en daar hebben we ook meteen het tabletje met alle landen die ze dus heeft. Ja, eigenlijk heeft ze dat allemaal dik voor elkaar. Het valt me allemaal reuze mee. Dan komt nu het allerbelangrijkste van de hele set. En dat is de spittering zelf. Als ik dan naar deze hele ring kijk, ziet hij er in ieder geval oerdegelijk uit. Hij is ook heel mooi zwart op kleur gecoat. En volgens mij is dat niet helemaal nodig, maar het is pure uitstraling, want hij is volledig in RVS uitgevoerd. En als je dan bij je eigen denkt van ik vind het nogal een vrij prijzig product, dan denk ik hetzelfde als jij. Dat is ook vrij prijzig, maar het is ook een echt Nederlands product. Hij wordt namelijk gewoon hier in Barneveld gemaakt. En het is echt maatwerk, want het gaat niet voor niks in je Kamado, die eigenlijk ook al vrij prijzig is. Dus eigenlijk liften we dat hele barbecue gebeuren naar een ander niveau. En dan ga je ook denken over je gerechten.
En dan denk je ook meteen, nou, duur, wat kan ik daar nou mee maken? Nou, in principe kun je er heel veel mee maken. Want je kunt er hele kippen op doen, wat ik overigens hier in Barneveld natuurlijk fantastisch vind. Maar een gyrosje of een picanha, zeg het maar, een ananas erop of je combineert een heel menu op je spies. Het kan eigenlijk vrijwel allemaal. De Spitalfire heeft daar ook weer hele mooie tools voor, als een mand of een carousel. En dan zal ik ook even een videootje hiervan plaatsen waarin je kunt zien wat je daarmee kunt. Het is echt een heel veelzijdig apparaat en het verbaasde mij zelf ook in het begin dat ik dacht van nou een kippetje, dat is het dan. Nou, ik vind het echt geweldig en eigenlijk zwart het lekkerste wat je kunt maken vanaf je spit. We gaan jullie nu laten zien hoe het spit in de Kamado ligt en ik heb een haspeltje uitgerold om te laten zien hoe die binnen de Kamado draait. Voor elke Kamado is dus een aparte ring, want elke Kamado heeft zijn eigen pasvorm en daar heeft de Spitalfire al die verschillende modellen voor. De motor zit expres op zijn kop, dan kun je je Kamado beter inbouwen, anders zit je snoer in de weg. Zo, dan gaan we nu over naar de binnenkant. Vleesvorken nu in het midden gedaan, maar als je die vleugelmoertjes aan de zijkant losdraait, kun je ze de grootte van je vlees op de juiste maat zetten. Afhankelijk van de grootte van je Kamado, maar je kunt prima op één spit ook de accessoires gebruiken en een stukje vlees. En deze Weber Summit Kamado heeft een wijdte van 61 cm en dat is echt heel fors, want dan kun je juist deze accessoires prima benutten. Oh ja, ik zou jullie ook nog even de maten laten zien die ze allemaal heeft. Maak hier maar eens een screenshot van en dan kun je ze op je gemak even nalezen. Ik zet in de beschrijving ook nog een linkje naar haar website. Hartstikke leuk al de gekletskous over een spitring, maar ik krijg er nou al een beetje een droge bakkes van en ik heb honger. Dan zit het er weer op voor deze week. We hebben de Spitalfire helemaal geunboxed en alles laten zien. En ik denk dat het een fantastische tool is om jouw hobby te verbreden. Vond je het nou leuk wat wij vandaag gedaan hebben? Abonneer je dan eens op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Want wie weet maken wij wel wat lekkers op de spit. En dan zeg ik net als elke week. Hashtag verrekte lekker in de bakkes. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. See you next time, same barbecue time, same barbecue channel.